een van de gezelligste weken van het jaar kijk je naar einde van de week vrijdag. Ik wil de brieven maandag zeggen, maar het is alweer vrijdag. Dus het is einde van de week vrijdag. Ja, onze andere maandag, vaste rubriek. Maandag is een regulier echt de gezelligste dag van de week inderdaad. Zeker. Een gezelligste weken, toch? Zei ik. Een van de gezelligste weken? Van het jaar. Ja, hoezo? Weet ik niet. Ik moet toch zeg je gewoon. Ja, weet je, GameKings, ik doe dit al fucking 12 jaar. Ik denk dat ik al in zo'n 500, nee, dat is wel heel veel. Maar ik denk dat de gezelligste dat ik zeker 120 of 150 brieven eind van de week vrijdags of brieven maandags heb gedaan. Op een gegeven moment verzin je gewoon wat. Ja, dat slaat dus gewoon nergens op. De gezelligste weken van het jaar komen er nog aan Kerst. Voor natuurlijk. Nee. Helemaal niet. E3, man. Is niet per se gezellig. Jawel, man. Vet. Het is fucking euforisch. Want we gaan maar een fucking gezellig. GameKings Premium Community dag weer hebben. We gaan nachten doorhalen. Ja. We gaan juichen voor games en shit. Ja, nee, maar daarom. Dat ik zeg. Het is meer euforie kerst is en zo extase en dat soort shit. Ja, ik vind het kerst gezelliger. Ja, de fucking Game King. Maar kerst is alleen puur en alleen gezellig. En lekker eten of zo. En E3 is gewoon een soort. Wow, yeah, yeah, mom. En ook lekker eten, de Impossible Burger. Ja, die gaan we zeker inderdaad eten. Ja. Dat weet je helemaal niet. Je weet helemaal niet of je gaat. Nee, dat is maar. Als we als Game Kings zijnde gaan zeker wel een Impossible eten, denk ik. Ja, ja nou. Ja, ik hoop dat ik ga. Ik hoop het ook. Laat ik het daarop houden. Hey, we gaan uiteraard wat nieuwtjes doornemen. Want het is natuurlijk einde van de week vrijdag. En gisteren werd er een nieuwe Ghost Recon, genaamd Breakpoint, voor het eerst getoond. En ik weet dat jij een Ghost Recon Wildlands speler bent geweest. Ja. Die titel Ghost is aan Recon, mij. Ik heb ze allemaal gezien en gespeeld hoor. Ja, ik heb veel gespeeld. Wildlands is aan me voorbij gegaan. Ik voelde de open wereld niet zo. Maar ik heb het ook niet echt gespeeld hoor. Dus misschien dat het heel vet was. Je gemist, ja. Ja, ik hoefde hem niet te reviewen. Ik en Boris dus. Met die autootjes, met de helikopters, schieten. Ik zou sniperen, dus echt nooit een Ghost Recon kunnen spelen met Boris. Want dat is het ding. Een Ghost Recon, je moet slim, tactisch te werk gaan, een beetje vernuftig. En ik zie Boris zo... Nee. Boris is met dat soort games just heel serieus. Boris heeft altijd ik heb hem wel Rainbow Six zien spelen, man. Ja, oké. Okay, daarin is het natuurlijk een bozo. Maar hij heeft altijd ook Rainbow Six gespeeld natuurlijk. De oude Rainbow Six. Mm-hmm. Dus hij had wel van tactische shooter shit. Dus dat was best tof. Oké. Okay. Ja. En dit is dus Breakpoint. En daar is een trailer van. En die gaan we even kijken, want ik heb hem nog niet gezien. Ik ook niet. Wel. Haha. Never surrendering. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Death.
So when you take the life of my brothers, when you provoke me, it doesn't matter how powerful you are. I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Ghost Recon, John Bernthal. Niet psyched? Nee. Waarom niet? Het ziet er niet uit als een Ghost Recon game. Dit is geen Ghost Recon game, dit is Call of Duty. Ja, nee, voor jou is dit inderdaad niet meer. Het is niet meer de Ghost Recon die het vroeger was. Nee. Waarom maak je niet gewoon een andere franchise? En noem het niet Ghost Recon. Ja, we moeten ze weer vanaf de ground up opbouwen. Nee, de vorige was een beetje dit idee. Dat was wat onuitgesprokener, wat ik er juist heel erg tof aan vond. Nou, weet je wat ik tof vond aan Ghost Recon? Is gewoon 3 uur lang in een veldje liggen, niks horen om je heen en langzaam kruipen. Ja, dat is niet Ghost Recon. Dat was meer Operation Flashpoint. Arma heeft dat. Ghost Recon was wel... De eerste Ghost Recons voor Xbox en PC ook, die waren echt wel dat hoor. Nee, die overdrijft het in je hoofd. Nee, echt. Het was niet deze super nee, over de dit top, zeker niet. Nee, dat is, nee, zeker niet. Maar het is altijd gewoon langzaam, een beetje scouten, ja, langzaam, een beetje lopen. Ja. Maar niet 3 uur liggen. Nee, er zijn letterlijk games waarin je 3 uur moet liggen namelijk. Dat snap ik. Ik bedoel niet dat, sorry, maar mijn OCD zegt dan soort van, maar er zijn echt games waarin ik 3 uur op een berg heb gelegen. Nee, maar ik bedoel echt dat gevoel, weet je wel, van... Oké, je ziet misschien niemand, maar overal zitten misschien wel poppen. Nee, dit is gewoon... Dit is Far Cry. Dat was de vorige game. Was eigenlijk een vettere third-person... Was het third? Ja, third-person Far Cry. Want Ghost Recon 2, volgens mij, was dat al... Die was al een beetje third-person op Xbox en shit. En dat was al veel actievoller. En het lijkt wel alsof ze steeds meer die kant op gaan. Ja, het is gewoon een actiegame. Volgens mij hebben we wat gameplay ook van die game namelijk. En kijk, nou, dit is dan wel enigszins zoals je het van vroeger kent. Weet je, ze zien er niet meer uit als een... Weet je, grijze muis van het leger met gewoon allemaal dezelfde looks en wat dan ook. Hier, hij graaft zich in de modder. Ja, dat is cool. En hij smeert zich in met modder. Dit is saai. Ja, maar dat is echt. Want dit is cool. Namelijk echt. Dit is wat vroeger Modern Warfare inderdaad, wat Ghost Recon was. Heiden, weet je, mensen lopen langs. Je bent die markers boven ze aan het zetten en wat dan ook. Daarom. En dat vond ik echt heel cool. En ik heb wel eens een uitstapje gemaakt naar Advanced Warfare. Die vond ik op zich ook wel cool. Maar ik vond het tof omdat het een spin-off titel was. En het lijkt nu alsof Ghost Recon nu dit is geworden. Ja, maar ik vond Advanced Warfighter had ook wel wat serieuze... ja, maar had ook wel die heel veel cinematische over de top shit. En met de helikopter rondom een kasteel vliegen en shit. Ja, oké. Ja, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Dus dat zit er ook wel juist heel erg in. Oh, maar het is ook first person? Nou, dat vind ik dan wel weer cool. Nee, helemaal niet. Dat vind ik wel cool. En is het echt net Far Cry? Ja, maar hoe heet het? Ghost Recon begon voor first person. Ja, is dat je zo? Je had niet eens een gun in beeld. Nee, kijk, het is nu wel... ik zie het, maar je had niet eens een gun in beeld. Je had alleen een crosshair in beeld. Dat heb ik niet meer in mijn hoofd. Ken je die Ghost Recon niet meer? Jawel, ik heb ze wel allemaal gespeeld, maar wat ik zeg, dat is al zo lang terug. Maar wat raar dat hij af en toe... Ik denk dat je dan gewoon kan switchen. En dit is inderdaad wat je verkent van Wildlands. Gewoon wat je ook kent van Far Cry. Nou, maar het lijkt een beetje alsof al die scheidslijnen tussen Ubisoft games... Ja. Alsof die keihard aan het vervagen zijn. Ja. En ik vind dit niet cool, want het begint één grijze massa te worden. Ik bedoel, we zijn er nog niet. Maar het begint wel steeds meer die kant op te gaan. Ja, ik vind het zo vet, man. Als ik dit zie, ik heb zoveel zin om dit te spelen. Weet je, gewoon ook met die customization van die nou, ghost. Maar wat ik nu zie qua gameplay, vind ik al een stuk beter als wat de trailer me nu natuurlijk. Ja, nee, maar weet je, tuurlijk. Zo'n trailer, zo'n cinematografische trailer, het doet me helemaal geen drop meer. Het deed me letterlijk aan Call of Duty denken. Ja, weet je nog, met al die celebrities die deden. Oh no, I'm here. Ja. Nee, dat daarom. Weet je, ik denk dat een heel groot gedeelte van de mensheid waarschijnlijk enthousiast wordt. Of weet je, gewoon weet ik veel te poren is voor dat soort trailers. Want anders zullen dit soort grote bedrijven ze niet maken. Maar ik heb echt al lang cinematografische trailers gewoon goodbye gezegd. En ik wil gewoon dit zien. Ik wil gewoon zien 20 minuten gameplay. En in dit geval vind ik dat, dit is wel heel erg gewoon nog steeds Wildlands. En ik heb echt nu al zin om dit te gaan spelen. Maar ik heb nu al zin dat als ik naar de E3
Riga, dat ik dit ga zien en hopelijk zelfs daar al ga spelen. Maar het is een open online wereld. Online? Nou, zoals ik dat zag, wel ja. Want dat is het. Want er wordt de hele tijd gesproken vanuit die ghost, die eerste ghost. Ja, nee, die maar een heel verhaal vertelt. Van, ja. En pak je. Ja, en ineens staat iemand aan de hele andere kant van het eiland. I'm glad you said that, because I'm the same way. Ja, maar dat is de vijand. Dat is John Bernthal. Is dat de vijand, denk je? Of is dat een zogenaamde andere ghost? Nee, dat denk ik niet. Maar dat was die guy die in die hele trailer als de bad guy met dat skullmasker op mensen ziet doodmaken. Dus ik denk dat dat de vijand is van deze game. Celebrities hoeven voor mij niet in games. Ik vind het ook niet erg als ze er wel in zitten. Whatever. Sterker nog, ik vind John Bernthal tof. Dus ik had liever met hem gespeeld dan tegen hem. Maar whatever. Nee, je wil niet met hem spelen. Je wil je ghost wel customizen. Zeker wanneer je co-op gaat spelen. Ja, dat is waar. En in bijvoorbeeld de vorige, namelijk zit je in de groep bij John Bernthal. Ja, oké. Okay, ja. Nee, maar dat is dus het ding, weet je. En dat is wat je zegt inderdaad. Het kan. Ik heb het gevoel dat het online is. Ik hoop het niet. Het kan wel. Maar ik denk dat het gewoon net zoals vorige keer gewoon tot en met 4-player co-op is. Aan de ene kant moet het ook wel, hoor. Want als het online is, dan gaat het. Dan wordt het de Division. Dan heb je echt de Division namelijk. Dat wou ik dus zeggen. Ik vind het steeds meer ook dan naar de Division gaan. Ik heb gezegd over Wildlands ooit. Van oké, weet je, in de Division is de wereld naar de tyfus in New York. Nou ja, dat weet je. Daar speel je die game. En het is net alsof je het vliegtuig hebt genomen naar Colombia. En dan zit je in Wildlands. Ja, maar dat bedoel ik met de Ubisoft game. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Weet je, het werkt. Sterker nog, het is natuurlijk ook alle twee nog eens Tom Clancy ook. Dus ik vind het helemaal niet gek. Ik vind het niet erg. Ik zie hier gewoon een vette game. En ik weet niet of het daadwerkelijk zo gaat zijn. Ja, ik hoop dus gameplay een hele vette game. Ja. Dus ik laat me graag verrassen. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar er zijn nu gewoon een aantal tekenen aan de wand voor mij die mij doen zeggen dat het niet heel erg tof gaat worden. De gameplay daarentegen, die weerspreekt dat. Dus, ja, ik zie hier gewoon Wildlands. En dat is een van mijn favoriete games van de afgelopen paar jaar. Moeten die even een keertje gewoon gaan streamen dan? Dan kan je mij laten zien wat tof is aan Wildlands. Ja, dat is een heel goed idee. Laten we dat gaan doen als we niet een game hebben die we moeten spelen omdat die uit is of dit of dat. Dat is tof. Ja, zo, we moeten nooit wat spelen. Nee, we moeten niks inderdaad. Maar gewoon als er een nieuwe game uit is, dan voel je een beetje, hey, er wordt nu geswitcht naar iemand anders. Zal dat gewoon zijn voor de sake of de demo die we hier krijgen? Ik denk het wel, ja. Of kan je ook in je eigen gameplay sessie naar andere ghosts switchen? Dat zou ook nog misschien wel als je CPU... Wat trouwens, volgens mij was dat niet ook een oude Ghost Recon trade? Dat je gewoon naar andere ghosts kon? Weet ik niet meer. Volgens mij wel namelijk. Dat weet ik niet. Dat je gewoon in squadmates kon wisselen. Met de witte en het zwarte knopje op Xbox? Nee, ik weet het echt niet meer. Met de shoulder buttons, dacht ik maar. Nee, maar als dit niet online is en dus niet inderdaad een Division looter shooter-achtige shit, maar gewoon Wildlands, dan gaat dit wel een van de contenders worden. En hij komt dit jaar uit, toch? Dat weet ik niet. Ik heb geen datum. Volgens mij staat het ergens ook in ons nee, dingetje. Het staat niet hier ergens. Nee, nou, ik hoop dat hij dit jaar uitkomt. Misschien dan ook wel niet, hoor. Maar hij zal ongetwijfeld op de E3 staan. Ja, nou, en dan denk ik ook dat hij hoge ogen bij Jelle Kunst gaat gooien. Nou, we merken ook wel dat bij best wel veel van dit soort Ubisoft games dat de release tijd niet zo heel lang op zich laat wachten. Het zijn echt alleen die hele grote bedrijven. Nou, al hebben we natuurlijk wel vorig jaar en het jaar daarvoor zelfs al de Division gezien. Maar ik kan me voorstellen dat trouwens het is wel alpha gameplay staat erin. Ik zou niet raar opkijken als hij dit jaar nog komt. En ik zou het heel vet vinden, want ik heb nog niet denk ik 10 games bij elkaar gesprokkeld dat ik in mijn hoofd nu heb van, nou ja, dit zijn mijn favoriete 10 van het jaar. En ik denk dat dit erbij gaat horen dan. Nou, we gaan het in de gaten houden. Ja. Hey, gisteren was er ook een State of Play en ik vind het toch een beetje jammer. Iedereen is er weer een beetje zijn kruid aan het verschieten voordat de E3 überhaupt begint. En ik begrijp daar helemaal niet. De E3 is gewoon voor andere shit tegenwoordig. De E3 is nu voor verdieping. Ja. En het daadwerkelijk al spelen. Het spelen en het inderdaad wordt van echt inderdaad een beetje, je kent het al en nu moet je er vertrouwd mee raken zodat je echt precies weet wat het gaat worden of zoiets. Dat is denk ik waar de E3 nu een beetje voor staat voor uitgevers. Ja, maar fuck, laat deze Ghost Recon gewoon zien op de Ubisoft-persconferentie. En zeg dan van, je kan hem over 20 minuten beneden spelen, je kunst. Woe! En daarom. Precies. Hey, maar er was ook een State of Play, dat is een soort van de Nintendo Direct van PlayStation. Dit was de tweede. Net zo saai. Ja, ik wou zeggen, de eerste had dan niet echt hoge ogen gegooid en mensen hadden zoiets van, jezus man. Ja. En vooral ik heb dat. Als je begint met iets en je kopieert eigenlijk een Nintendo Direct-achtig,
Maar ja, zorg ervoor dat die eerste gewoon als de bom inslaat. Dat mensen psyched zijn en denken van yeah, fuck yeah, PlayStation State of Play, kan niet wachten. Nou, de eerste was een natte scheet en dit was spuitdiarree was het gewoon. Ja. Want 10 minuten, volgens mij nog niet eens 10 minuten. En nou, ik heb helemaal niks interessants gezien. Een beetje een survival game met wat beestjes ondertussen. Zag interessant uit, maar ben niet heel erg psyched voor. Ja, het is gewoon, je bent een beest, een dier. En je moet surviven, maar dat was nog niet heel veel over uitgelegd. Maar er was ook een trailer van Final Fantasy VII, de remake. Halt! Hands up! Have fun. I'm here for you, to help take the load off your shoulders. So, what's our next move, boss? That's easy enough. Are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? Can you bear to see the planet suffer, Cloud? Woehoe, Final Fantasy VII fan favorite. Ik denk voor mij de eerste Final Fantasy die ik ooit heb gespeeld. Het zag er destijds heel anders uit. Ja. Blokjes als handen. Ja, zeker weten. Ja. Maar ja, ik ben blij dat het niet een luie remake is. Het is wel gewoon echt... Oké, we hebben het vette verhaal, we hebben de vette characters. Maar de game gaan we gewoon even opnieuw uitvinden, ja, weet je wel? Ja, precies. Nou, dat is super vet gedaan. We hebben het natuurlijk gezien met Resident Evil. En dat was trouwens eigenlijk best wel hetzelfde natuurlijk nog. En dit ziet er inderdaad... Ja, het is natuurlijk inderdaad een heel ander soort game eigenlijk bijna. Nee. Gelukkig. Want ik denk dat vooral ook nieuwe fans niet heel erg aangetrokken zouden worden voelen door die oude manier van spelen nog. Want weet je, die turn-based shit is gewoon verder gegaan. Ja, precies. En, wordt nog uitgebracht hoor, maar ik speel het gewoon niet meer, want dat vind ik niet interessant meer, niet meer tof. En dit was het enige hoogtepunt van de State of Play. Ik had gehoopt op het datum. Maar werd er niet gegeven. Nee. We hebben natuurlijk al echt al jaren terug een aankondiging van gezien. Ja. En toen werd de hele zaal op de E3 bij Sony werd gek. Maar ik moet wel zeggen, ik vind dit er wel heel sick uitzien. En vaak heb ik niet zo heel veel met die Japanse hack-and-slash-achtige dingen. Ja. Maar dit design, dat doet voor mij niks verkeerd. En ik vind Cloud Strife ook gewoon echt een hele toffe character. Zeker weten. Ja, geen datum dus, maar we kregen wel aan het einde van deze trailer te zien More in June. Dus dat zal ongetwijfeld op D3 zijn. Niet bij PlayStation, want die is er niet. Maar Square Enix uiteraard wel gewoon. En doet Square ook een persconferentie? Ja. Ja? Ja, ja, nou dan gaan we daar ongetwijfeld meer van zien. En ja, ik kan niet wachten. Wel een online ook, volgens mij. Een online persconferentie. Niet een fysieke. Oké, maar dan krijgen we die nog steeds mee. En dan gaan we hem ook bespreken. Ja. Ook tijdens de State of Play was de Medieval Remake. Met een trailer. In the Kingdom of Galamir, a sorcerer named Zerok. He raised an army of demons and set out to take the realm. Sir Daniel Fortescue led the militia in the battle against this unholy horde. Fortescue went down in history that day as the hero of Galamir. And then the sorcerer returned. Fate has given it a second chance. A chance to defeat Zerok. Chance to forget the ignoble truth and live up to the legend.
25 oktober dus. En ik vind dit weer een perfect voorbeeld van een hele luie remake. Ja, het is wel luid. Het is wel dezelfde game als dat het toen was. Het is exact dezelfde game. En ik stoorde me hier heel erg aan. Maar wel prima overhaal natuurlijk. Nee, ja, ze hebben character models en achtergronden gewoon hoger polygon aantal gegeven. Maar ja, ik stoorde me hier heel erg aan. Want ze zeiden ook, want dit is één op één de medieval van de PS1. Gewoon hoe je loopt, alles één op één. Ja. Ja, en ik dacht, dat is geen verkoopargument. Nee. Dit soort games zijn al geëvalueerd. Zijn veel vetter geworden. Precies. Hebben ze hele vette innovatieve dingen voor bedacht. En je doet er niks mee. Nee. Het enige wat je doet is er een nieuwe skin overheen gooien. Nou, ik moet wel zeggen, ik denk wel dat de models en wat dan ook zijn ook wel aangepast. Want ik vind het niet een lelijke game. Ik vind de stijl best wel tof. En ik hou niet eens van kinderachtige shit. Maar hij heeft alleen een grafische update gehad. Voor de rest is de game dus hetzelfde. Ja, maar het is niet een grafische update als zijn een soort van we hebben nieuwe textures eroverheen gegooid. Het is wel echt gewoon lighting effects. Ja, dat zeker. Maar nieuwe character models, nieuwe environmental models. Ja, maar alleen superficial dus, weet je wel. Ja. Alleen voor op het oog. Ja, nee, natuurlijk. Dit gaat niet lekker spelen. Je zag die animatie alleen. Ja, die mensen die er soort van ergens tegenaan rennen, wat dan ook. Nee, het zag eruit alsof het clunky as fuck speelde, omdat inderdaad het ingehaald is door de tijd. Ja. Dus in dat geval inderdaad hoef ik het ook niet te spelen. Maar ik had wel zoiets van, dat brings me back. Want ja, zeker weten. En toen was ik nog een beetje PC gaming, maar het doet me heel erg denken aan, weet ik veel, Grim Fandango en Fable zelfs. En ik vond dit echt een toffe game vroeger. Ja, maar deze shit verdient gewoon meer. Ja. Weet je wel, want nu komt hij uit, mensen gaan spelen en denken, vond ik dit nou zo vet? Ja, precies. Ja, ja. Nee, dat is geen goede reclame. Nee, voor nee, je wil inderdaad dat dit voelt als een slikke moderne game. En niet inderdaad die oude fucking wetse. Ja, wat is het, 1998 shit? Of nog eerder. Dat is zonde. Ja, doodzonde. Hey, ik hoor allemaal mensen schillen, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Er is ook nog een aparte tweet geweest van Robert Bowling. Die is ooit ook bij GameKings langs geweest. Echt waar? Ja, als community manager van Call of Duty, van Activision, geloof ik. En, vandaar dat ik zijn hoofd kende toen ik de tweet zag. Ja. Ja, hij zat aan tafel bij Brieven Maandag, geloof ik. Hij had deze foto uiteraard het internet opgeslingerd. En ook nog een filmpje met geluid. Twee zelfs. We hebben deze, die we nu even niet zien. Kijk, hier is die. Kijk, Operation Kingfish is natuurlijk van Call of Duty Modern Warfare. Oh, is hij Modern Warfare? Ja. Maar hij zoomt in op Ghost. Ja, maar Operation Kingfish is Modern Warfare. Is ook een prequel op die serie van Modern Warfare 2. Een soort van cinematic voor gemaakt. En het gonst al maandenlang. En volgens mij heeft ook één Amerikaanse atleet, die mocht de game ook al spelen. En die had al geleakt dat de nieuwe Call of Duty een nieuwe Modern Warfare gaat zijn. Modern Warfare 4. Dus 5. Oh, Black Ops 4 is geweest. Modern Warfare 5. Volgens mij is het 4. Ik dacht 3. Ik dacht dat de laatste Modern Warfare 3 was. Nee, 4. Volgens mij. Kan ernaast zitten. Maar in ieder geval een nieuwe Modern Warfare. Okay. En hier staat ook Modern Warfare 4. Wat, dat het zou gaan worden? Ja. Oh, ik dacht echt dat er een Modern Warfare 4 al was. Maar ja, ik vind Modern Warfare. Ja, ik ben gewoon een beetje Call of Duty moe, weet je? Ja, ik heb gewoon niks met Modern Warfare. Ik vond ja, trouwens, sterker nog, niet met de serie, want Modern Warfare 1 en 2 waren echt heel erg vet. Maar ik heb niet iets met deze. Ja, ik weet niet. Ik heb inderdaad niet zo heel erg veel met de onuitgesprokenheid van Call of Duty. Nee, ja, het is gewoon Cheeto Dust en Mountain Dew. Ja. Dat zijn deze games. Want namelijk, wat je zegt van net bij Ghost Recon, van, oh, ik vind het op Call of Duty, behalve, het doet meer. Het is uitgesprokener. Je kan je eigen guy met je baard en je rode t-shirt customizen en dit en dat. Dus het doet wat meer. Ja, maar het ding is meer van Black Ops 4. Vette game. Gewoon een hele goede multiplayer game. Ja. Blackout. Ze hebben wat shady shit weer gedaan. Natuurlijk, want het is een blijf Activision. Maar gewoon een hele vette game. En het ding is, die kan ik nog prima nog een jaar spelen, weet je wel. We brengen wat nieuwe maps uit en shit. Dat werkt het natuurlijk niet. Nee, maar dat kan ook met FIFA namelijk. Nee, maar dat is voor nee, anders. Want voetbalclubs, die werken per seizoen. Maar ik vind dat FIFA een service game moet zijn. Precies. Dus dan moet je gewoon of per maand voor betalen of whatever. Ja, maar nee, ik snap ook wel hoe dat werkt. Maar daar kan ik nog enigszins mee inkomen. Want dat is gewoon de cycli van een sportseizoen. Maar dit, weet je, ik kan gewoon niet meer enthousiast worden wanneer ik die vorige game ook nog gewoon prima vind spelen. Weet true. Je? En zeg, dit was een leuke inderdaad. Dus ja, maar hoe zou. Oké, ik dacht dat dit juist een Ghost zou worden. Omdat hij volgens mij inzoomt op die character Ghost.
En dat is natuurlijk, ik denk dat iedereen dat de slechtste Call of Duty ooit vindt. Ja, dus, veel mensen wel, ja. Ja, dus dat is bizar. Volgens mij was dat de eerste next-gen Call of Duty ook. Ja? Ja, dacht het wel. En dan maakt het zo'n faal. Ja, sick. Nou, maar en dan heb je fucking Johnny Cash eronder. En dan heb je nog een filmpje en dat is namelijk de volgende. Een beetje geblurred en een rare audio. Volgens mij komt er gewoon... Nu komt er What's the in. Numbers, Mason? Nee, ja, ik weet niet. This is for the record. History is written by the victor. Dit ziet er oud uit namelijk ook. Dit ziet er niet uit als een moderne, hele slikke, nieuwe, vette game. Kijk, dit is... Weer Ghost, volgens mij. En misschien komt het wel uit de vorige game, hoor. Dat kan ik me even niet voor me halen op dit moment. Maar, want ja, weet je, zo'n fan ben ik zeker niet. Ik heb het gespeeld tot met Ghost, denk ik. Daarna heb ik niet echt af en aan heb ik dingen. Ik bedoel, ik was best wel psyched elk jaar voor een single player Call of Duty. Ik vond het gewoon Jerry Bruckheimer, goede actiefilm, shit, weet je wel, rollercoaster. Ja, precies. En nu ben ik er klaar mee. Ja. En ik vond Black Ops 4 cool, omdat gewoon die multiplayer uitstekend in elkaar steekt en ook Blackout gewoon heel erg top. Blackout was. Vooral, ja. Maar single player. Nou, ik heb een beetje het idee dat dit is toch niet hoe je een game gaat aankondigen. Weet je, hoe je een game leakt? Ja. Ja, dit vind ik wel leuk. Ik weet niet, het ziet eruit meer als een of andere guy die graag wil dat het gebeurt omdat hij zo'n goede tijd heeft gehad vroeger. Dat hij een soort van reminiscing is. Maar dat is het beste wat je kan doen, weet je wel. Een tease droppen, mensen hebben het erover, wij hebben het er nu over. We zijn aan het gissen, is het een nieuwe Call of Duty Ghost? Is het een Modern Warfare 4? Ja. Ik denk Modern Warfare 4, maar we gaan het gewoon allemaal zien. We hebben het er gewoon 4. Over. Ik ga het nu fucking op deze telefoon googlen, man. Want Modern Warfare 4 bestaat echt al lang. Ik zie het zelfs, dat logo voor me, man. Ik ontken het ook niet. Ik denk alleen dat het Modern 4. Warfare 4 is. Ik zou er best wel naast kunnen zitten, Jelle Kunst. Release date leaked. Nee, het is inderdaad gewoon... Modern Warfare. Nou, dit zijn natuurlijk ook 1000 mock-ups die... Ja, maar je kan toch gewoon Wikipedia zien? Wikipedia? Ja. Wat is dat? Dan weet je toch meteen of die gereleased is of niet. Maar volgens mij niet. Nee, inderdaad. Bizar. Heel sick. Maar ik denk dat het een Modern Warfare 4 is. En oké, cool. Zoals de Call of Duty. Ja, nee, dat maakt me niks uit. En misschien komen ze met een toffe game mode, zoals Blackout nu heeft. Ik ben heel benieuwd hoe dat in elkaar gaat overlopen. Want inderdaad, een Battle Royale mode, die is eigenlijk voor meerdere jaren. En die update, zoals Blackout nu ook regelmatig geüpdate wordt. Laten ze dat vallen. Zit er geen Battle Royale mode in de nieuwe Modern Warfare? Kan ik me ook weer niet voorstellen. Als het wel is, dan hoop ik wel dat het compleet anders is weer ten opzichte van Blackout. Ja. Ik vind het een beetje moeilijk allemaal, maar we gaan het zien. En op de E3 zullen ze hem ongetwijfeld uit de doeken doen. Ja. Of bij de Xbox-presentatie. Eerder al, denk ik inderdaad, ja. Ik denk bij de Xbox-presentatie, want PlayStation heeft geen persconferentie. Nee. En, Activision ook niet, maar ik denk dat het gewoon eerder dan wel gelekt wordt. Ja, maar bij de Xbox-presentatie laten toch altijd 5 miljoen games zien? Ja, oké. Dat kan. Het kan, ja. World premiere! World exclusive. Premiere exclusive timed. Ja, dat is echt tergend. Even kijken, waar zijn... Gaan ze dat weer doen dit jaar? Waarschijnlijk wel. Want de hele wereld vindt het tergend, maar ze doen het echt al 3 jaar op een rij. Ja, natuurlijk, omdat het gewoon lekker oogt. En weet je, voor die journalisten van nu.nl en NRC... Ik heb ook een site. Dat was helemaal geen shot of zo. Nou, maar gewoon de journalisten die niet per se into games zijn, die kunnen daar misschien wel van onder de indruk zijn. Ja, maar iedereen weet, het is bijna een meme. World timed exclusive premiere. Ja, maar voor de in-crowd. Ik denk voor de New York Times, whatever, of de Washington Post, allemaal niet. Nee. Die weten dat toch allemaal niet, joh. Even kijken. Volgende week maandag is die uit. Rage 2. Maar wij hebben de trailer. Wij hebben de trailer. Ja, alleen ja, wij. De enige ter wereld. Dan gaan we er naar kijken. I shall take my time with you. Savor every last moment of your pain. Yep, that's General Cross. Leader of the Authority / giant cyborg asshole. And the monster who's about to fuck my shit up. But how'd I get here? Let's rewind. They say your whole life flashes before your eyes when you die. And I've had a pretty weird life. That might
my share of death races, giant monsters, and... Oh, hell no! You totally ripped off my goddamn ensemble! Yeah, I don't even remember that. I've met a few charismatic characters. Everybody's got a purpose on this rock, and yours just happens to be being the goddamn best! And kick some major ass. You race your way to the top, and you emerge victorious and take the gravy too. I was especially proud of that one. It's time to set our plans in motion. Impressive. You think you can catch a bullet too? I haven't seen a ranger here in a long time. You're the only living ranger. Yeah, this is even better than I thought. Wait, I think we're going too far. Yep, we've definitely gone too far. Okay. What? What am I even looking at? All right. What? Is that a baby? Wow. Life was even worse before the asteroid. What was that? Sick. Wow. Nee, hij deed dat. Hè? Ja, dat is best een leuke trailer. Die game die doet... Heel lang heb ik zoiets van, ik heb hier helemaal niks, maar dit was wel een sympathieke trailer. Nou, ik denk dat deze game gewoon een goede gekkigheid is. Ik heb hem sinds gisteren ontvangen. Ik ga hem gewoon lekker spelen. Nice. En dan ga ik mijn ervaringen met jullie delen op GameKings.tv. En volgens mij nemen we woensdag de review op. Volgens mij is Kate en ik, weet ik niet zeker. Nice, nou, ik ben benieuwd wat deze game gaat doen. Qua gameplay weet ik het inderdaad, maar... Ik denk echt, en ik blijf erbij dat het de ideale PC-game is. Gewoon omdat hij is fast-paced en met muis en toetsenbord, weet je... Controle blijft toch altijd veel langzamer en ik denk dat hij daar veel beter tot zijn recht komt. Ja, nee, dat kan heel goed. Ik moet zeggen, dit zag er tof uit. Dat kan ik niet ontkennen. Al had ik er voorheen eigenlijk heel weinig mee met deze Rage, omdat ik zoiets had van, die rare paarse shit. Jij hebt hem al gespeeld op E3 toen de start. Ik heb hem al gespeeld, maar ik vond Rage 1 een fucking vette game. Maar, niet gespeeld ik. En hier had ik zoiets van, ik weet het niet met dit. En ik vind het heeft, weet je, die... Die had gewoon de comedy van Borderlands. Die had een beetje de kleuren shit van Borderlands. Ik hoop dat voor iedereen dat het een toffe game wordt. Ja, precies. Alleen dit is wel, maar het blijft een ID at Xbox natuurlijk achter. Of ID. ID at Xbox, laatste item daarover opgenomen. Maar een software game. Ja. Dus je ziet die Wolfenstein shit er ook een beetje in terug. Die gekke characters van de laatste. Vooral die boss inderdaad, zei je meteen. Ja, ja en die gun gameplay die heeft het zeker weten. Dus hopelijk voelt die vet. En dat gaan we dan volgende week zien. Hij komt volgende week uit. Ja, absoluut. Op 11 juni is er ook een Nintendo Direct om de E3 natuurlijk te vieren. Waarom noemen ze dat niet Directo? Voor Nintendo. Nintendo Directo? Ja. Dat vind ik een beetje dubbel op. Ik vind Nintendo Direct prima. Ja? Ja. Ik zou het Directo hebben genoemd. Nou. Okay. Nintendo Direct, 11 juni. Directo. En er staan hier drie vragen. Wat verwachten jullie te zien? Wat verwacht je te zien, Jelle Kunst? Headspace? Voor hele kleine Japanse kereltjes die buigen in een grijs pak. Dat is het enige dat ik verwacht. Gaat iemand nog zijn excuus aanbieden voor Metroid, denk je? Hebben ze dat nog niet gedaan? Ja, dat hebben ze. Oh, dan zou dat zo. Oh, nee, dan niet. Maar ze gaan in ieder geval een paar keer buigen in een grijs pak. Awkward kapsels, brilletjes met hele dikke glazen. En wat ik nogmaals, zoveel headspace. Oké, okay, nou, we hebben het genoteerd. Ja. Wij verwachten de nieuwe Animal Crossing natuurlijk. De remake van The Legend of Zelda Link's Awakening. Nou, dit is nog
aardig normale headspace. Dit is normale... Ja, buigt wel! En hij heeft alleen geen grijs pak. Nee. Maar dit heeft normale headspace. De ruimte boven zijn kruin is normaal, is netjes. Dus ik ben benieuwd of ze dat gaan voortzetten. Of ze me hebben gehoord na al die jaren. Maar weet je, zij raken ook steeds meer comfortabel met hoe een Nintendo Direct ja, moet zien. Maar letterlijk, dat mag ook wel na een paar jaar. Maar, Jazeker. Ja. Maar The Legend of Zelda, Link's Awakening natuurlijk. Het is die remake van die Game Boy game van Zelda. Best wel tof. Die wil ik eigenlijk wel heel erg graag gaan spelen. Voor de Switch. Voor de Nintendo Switch, inderdaad. Maar dan een luie waar je net een hekel aan hebt of een hele sikke remake? Het is ertussenin. Weet je, hij is wel geüpdate met modernere gameplay mechanics. Dat is nog niet aangekondigd, toch? Jawel, jawel. Oh, nou, het is al geüpdate met modernere gameplay mechanics. Je bent hier maar... in de voorspelling. Wat denken we te gaan zien? Ja, dat weet je al lang dus. Maar, ja, maar die laat ze wel zien. Maar wel met een top-down view nog steeds. Dus het is niet een 3D Zelda zoals je normaal gesproken gewend bent. Het is die isometrische view. Ik hou ervan, maar alsnog. Wat verwacht je te zien? Ja, we weten dat dus al. Pokémon Sword en Shield komt dit jaar uit. Dat verwachten we wel, ja. Die verwachten we zeker. Ja. Dat is die grootschalige Pokémon RPG. En daar willen we gewoon ik meer hoop info dat, van ik hebben. Ik hoop dat die grootschalig wordt. Ja, ik heb het idee dat het gewoon eenzelfde achtige game wordt zoals je hem kent van de handhelds, maar dan op een... console. Zal voor heel veel mensen al genoeg zijn. Ik wou net zeggen, wat ik ook helemaal niet per se een slecht ding vind, want ik vind de Pokémon RPG's tof. Maar het is tijd voor een volgende stap. Precies, daar ben ik mee. Precies dat. En Luigi's Mansion 3. Luigi. Ja. En Luigi's Mansion, ik vind het altijd wel cool. Dus leuke snack tussendoor. Het is niet de system zelf voor mij. Ja. Maar wat we niet gaan zien is Metroid. Nee. En ik weet nog mijn allereerste E3. Kreeg ik Metroid 4 aankondiging. Toen zaten we nog in het huisje in L.A. En zat ik mijn tanden nog te poetsen. En toen werd hij aangekondigd. Ik helemaal door het lint. Vorig jaar mocht ik weer naar de E3. Mocht ik weer naar de E3. En ik helemaal, fuck yeah, ik ga Metroid spelen, gek. Oh. En toen niks. Toen was hij er niet, inderdaad. Niet eens in de Nintendo Direct of wat dan ook. Nu is hij opnieuw opgestart, het hele project. Dus, ja, dus dit jaar ook niet. Helaas, man. Ja, en ik hoop toch nog wel een aantal verrassingen... te mogen ontvangen van Nintendo. Maar ik zou niet zo 1, 2, 3 weten wat. Oh, ik kan echt een legio dingen bedenken die hem allemaal niet interesseren. Noem eens wat. Iets nieuws met Toad. Die gaat puzzelen. een nieuwe wollen Yoshi. Ik word er allemaal niet anders van. Moet het ook, misschien is het wel niet een wollen Yoshi, maar een papier-maché Kirby. Of een Kirby van daadwerkelijk van condoommateriaal, latex, als het ware. Dus echt dat hij glimt. En dat je, als hij dan een stiftje krijgt, dat je dat ziet. Weet je, in zijn ballonding. Nou ja, jij zegt inderdaad net al een Luigi's Mansion. Een Paper Mario, man. Daar zou ik echt heel erg zaak voor Laten we het Karton Mario noemen. Prima, Karton Mario. Maar Labo, dat, Paper Mario, mashup. Dan word ik boos. Waarom? Niet met die Labo bullshit komen. Ik wil komt gewoon Labo, een volwaardige je hebt Paper Mario. Die komt. Maar met samenwerking. En het hoeft niet. Het mag met. Het kan zonder. Nintendo Labo functionaliteit met knippen en plakken. Mm-hmm. Mark my words. Die gaat er zeker komen. Super Mario Strikers? Nee, die komt niet. Nee, die komt nog niet. Die komt volgend jaar. Ja, denk je? Ja. Met de WK? Ja. En misschien een Mario en Sonic at the Olympics. Ja, precies. En er komt een nieuwe soort. Ik weet nog niet precies wat het nou voor is, maar het wordt een Super Mario Fleerjeppen. Het wordt een Super Mario Bros. Gewoon game, komt er. Maar niet zo'n hele nieuwe grote installment, maar gewoon een gewoon platformer. Die 2D side scrolling. Ja. Nou, dat komt. We gaan het allemaal zien. Ja. Hey, dan rest mij niks. Oh nee, trouwens, we moeten nog even gaan hebben over de E3. Want die zitten natuurlijk flink aan te komen. Ja, klein maandje. En we trappen af op zondag 9 juni, zie ik hier staan. Xbox tijd, 10 uur Nederlandse tijd. S'avonds. Ja, s'avonds 10 uur Nederlandse tijd is Xbox met de persconferentie. En ik denk dat dat echt voor vuurwerk gaat zorgen. Ja. Dat een hele goede aftrap is van de E3. Het moet ook wel. Want ze moeten wel. Microsoft gaat sowieso Halo Infinite laten zien. Waarom weet je dat? Omdat die game die moet volgend jaar uitkomen. Je ja, je denkt het. Ja, oké. Weet je, ze gaan sowieso Halo Infinite laten zien. Ze gaan sowieso een aantal nieuwe games zien van al die studio's die ze hebben opgekocht. Daar ben ik ook heel erg psyched voor. Ja. En ze gaan twee nieuwe consoles aankondigen. Ja.
Dat is al bekend, soort van, toch? Over de versies van één console natuurlijk. Maar... Zo goed als. We gaan de keiharde nieuwe Xbox Anaconda krijgen. En waarom zouden ze Anaconda noemen? Omdat ze gewoon een grote pik hebben, weet je wel. Zou dat het zijn? Het is een dikke bak, ja. Ja, een dikke bak. Het is gewoon een dikke bak. Die gaan we natuurlijk krijgen, maar ook een streaming console. Ja. En gekoppeld aan die streaming console. Hoe heet die dan? Heeft hij ook een naam. Scorpion, maar... Nee. Butterfly. Nee. Alpaca. Ik ben zoiets, maar ik ben even die naam kwijt. Maar naast die streaming console ook nog natuurlijk Project X Cloud. Dus ze hebben dat is een streaming service. Ja. Die ook naar gewoon tablets, PC's. Waarom noem je dat niet gewoon Game Pass? Waarom maak je er niet gewoon één service? Omdat je het hebt iets anders is. Game Pass Live en Game Pass niet live. Omdat het iets anders is. Ja, maar weer iets nieuws. Weet je, bel jij met Phil Spencer? Ik heb hetzelfde met fucking EA en hun Origin en hun Access en hun EA Access en hun EA Origin Access en hun EA Origin Stream Access. Je hebt nu sowieso al 5 keer hetzelfde genoemd. Ja, maar er zijn allemaal rare varianten van dezelfde 3 dingen. Je hebt EA Origin Access. Dat bedoel ik. Die heb je? EA Origin heb je ook. EA Access heb je ook. Origin is gewoon een launcher. Je hebt EA Origin Access. Dat is een service. En je hebt daarmee kan je trial spelen. En dan heb je toegang tot een bibliotheek aan games. En je hebt EA Access Premier. Ja. Dat bedoel ik! En dus my point exactly. Het slaat nergens op. En dan mag je en dan al hun games spelen. Gaat Microsoft hoef je dat nooit ook meer doen. Een EA game te kopen. Je betaalt gewoon per maand. En je mag al een game spelen. En dat gaat fucking gaan dingen ook doen. Weet je, leer ervan. En ze hebben EA Access Origin Premier Live. Ja. En dat is die streaming show. Echt waar? Ja. Dat zit ik net allemaal te verzinnen. En ze hebben het echt. Dat bedoel ik. Hebben ze dat echt? Ja. Nee, dat bedoel ik, man. Dat slaat echt helemaal nergens op. Het slaat kut. Het is kut. Het is verwarrend. Het is onnodig vooral. Het is money. Noem het Xbox 1, 2, 3 en 4. En elk ding heeft een bepaald pakket. En je weet, oké, ik heb 3. Oh, dus je kan streamen en games downloaden. Vet, man. Weet je, en nee, ik heb 4. Dus ik kan alles. Ik heb 1. Ik kan alleen, weet je, gewoon games spelen die ik zelf koop. Fucking makkelijk. Iedereen snapt waar het over gaat. Nee hoor, weet je. Ik snap dat het enigszins verwarrend is. Maar ik moet zeggen, ik ben behoorlijk te spreken over de EA Access Service. Ja, behalve over de naamgeving. Domme fucking shit. Nee, en klopt, daar ben ik mee eens. En de EA Access komt ook naar PlayStation 4 tegenwoordig. Ja. Hoe heet dat dan? EA Access. EA Access, PlayStation 4, Live, Rummy Cup, bla bla bla. Ja. Rummy Cup. Hey, dan hebben we Bethesda, wat ook altijd gewoon een feestje is, moet ik zeggen. voor ons wel, ja, voor de kijkers thuis helemaal niet. Ook! Die nemen we juist altijd mee. Ja, oké, door ons inderdaad. Ja. Maar niet door Bethesda zelf. Is ons masker nog gestolen tijdens dat ja, feest? Ja, maar door ons wordt het een feest. Niet door Bethesda zelf. Mensen vonden het fantastisch. Ja, nou, ik hoop het. Ja. Maar om 3:30 Nederlandse tijd, voor de LA crew 17:30, Bethesda persconferentie. Wat gaan de fuck gaan we daar verwachten? Want we gaan natuurlijk... wat was nou die nieuwe game die ze hadden? Welke? Ja, ik ben nu gewoon even kwijt. Ze hebben sowieso 1 game die ze gingen laten zien. 2 games gingen ze sowieso niet laten zien. Volgens mij gaan ze niet Starfield en Elder Scrolls laten zien. Nee. En de rest interesseert me niet zoveel, kan ik je vertellen. Dus ik weet niet wat ze in godsnaam gaan ze laten zien. Dan. Update van Fallout 76. Ja, nou cool. Zullen ze daarmee doorgaan? Het... Ja, zeker. Dat denk ik wel. En ik denk dat het rond de E3 ook best wel een toffe game aan het worden is. Nee. Ja, dat denk ik. Nee, want Daan speelt het nog steeds. Nou, dat bedoel ik dus. Dan is het niet heel kut. Nee, die heeft het gisteren, hoe heet het? Die heeft het volgens mij 2 weken geleden gekocht voor PC. Ja. Omdat hij met Matties wilde spelen. En hij zegt, nee, het is nog steeds even kut. Maar waarom speelt hij het dan? Omdat het Daan is. Daan is een weird guy. Daan staat ook gewoon op reis de hele tijd. De hele tijd te mobile gamen. Nee, maar weet je nog, we zitten gewoon te chillen in de zee bijvoorbeeld. Toen we eenmaal op vakantie waren. En hij kan een uur lang vermaken met een flesje. Ja, joh, die guy. En, die staat letterlijk en als een uur lang klein kind. Ik heb uitgevonden hoe je harder met zijn... Ik weet niet meer wat hij precies deed. Maar hij kon zijn vingers harder knippen door 2 handen te gebruiken. Maar weet je ook, toen we nog ergens zaten, dat hij gewoon... Rond ging lopen. Alleen... Ik zeg, Daan, ja. Doe eens rustig, ga zitten. Nee, die guy is zo hyperactief als een kind inderdaad, ja. En hij was inderdaad een half uur in de zee aan het spelen met een flesje bier. Blablabla, vullen, over zich heen. Blablabla, springen, een beetje springen. Wie, een beetje gooien, een beetje opduiken. Een beetje blablabla, ging je dat weer doen. Ja, het was bizar om te zien. We zaten elkaar aan te kijken. Zo, ja. We gaan verder met bier drinken. Je zoontje mee. Nee, je zoontje. Maar je debiele zoontje. Ja. Ja. hij moet nog zo'n skatehelm op. Ja, precies. Ja. Laten we inderdaad een skatehelm voor hem kopen. Voor wat en van die oneven schoenen. Oh, ja. Zo
Zo voelde het echt op reis, inderdaad. Ja, dus dat was sick. Hey, dan hebben we op maandag 10 juni de PC Gaming Show. Dat is 7 uur Nederlandse tijd, 10 uur lokale tijd in LA. Daar gaan we als GameKings zijn ook naartoe. Wilden we vorig jaar ook. Is niet gelukt. Ik weet niet meer waardoor. Het was te ver. Het was normaal. Het was altijd na Ubisoft. Ja. En Ubisoft zat er dicht op elkaar. In de Orpheum Theater. Ja. En het is het altijd. Alleen het was nu niet. Vroeger was het namelijk altijd letterlijk 150 meter verder in de straat bij een volgende theater. En dat was het vorig jaar niet. En ik had die aanname gedaan dat het daar was. Dus ik stond daar, we stonden daar voor die theater. Was helemaal niks. Ja. En toen bleek het inderdaad te zijn waar volgens mij Bethesda 2 jaar geleden, dat we de eerste keer dronken waren. Echt waar? Toen hadden ze het bij Bethesda daar gedaan. Nee, want daar, was PlayStation, PlayStation inderdaad. Nou, dat was het een andere venue die ooit een keer van iemand anders was geweest. Van EA dan of wat dan ook. Maar nu zijn ze weer terug in de Mayan. Of in ieder geval, de Mayan is gelukkig dichtbij het Orpheum Theater. We kunnen daar gewoon heen lopen. Nou, dat is helemaal tof. Want je hebt dan in principe, laat ik vanuit gaan dat die persconferentie alles in totaal 1,5 uur duurt. Heb je nog 1,5 uur om naar Orpheum te lopen. Dat, dat is fijn. Ja, dat is en naast Orpheum zit Umami Burger. Ja. Met Impossible Burger. Ze hebben echt een probleem in Amerika. Wat dan? Impossible vlees is niet om aan te slepen. Dus nee, natuurlijk er, zijn grote tekorten. Ja, natuurlijk. Dus, dat is ook heel hoog. En het is goed, weet je, voor de goede orde. Impossible vlees is vegetarisch vlees. Dus maar is geen wat vlees. Zo belachelijk lekker is, het is echt veel lekkerder dan vlees. Het is echt insane. Ja, het is echt geniaal. Het is letterlijk geniaal. Het is Einstein shit. Hey, dan om 10 uur Nederlandse tijd hebben we de Ubi persconferentie. En dat is voor de LA crew om 1 uur lokale tijd. Dan om 3 uur 's nachts de Square Enix persconferentie. Ook dat is 6 uur digital. Lokale tijd. Dat is een digitale persconferentie. En Devolver heeft nog geen vaste tijd. EA Play is er natuurlijk wel. Zij hebben geen persconferentie. Nee, maar wel streams. Maar wel streams? Ja, volgens mij hadden ze gezegd dat ze, gewoon, zoals volgens mij vorig jaar PlayStation dat ook een beetje heeft gedaan, gedurende het weekend en EA Play gaan ze gewoon, volgens mij deden ze dat vorig jaar zelfs ook al, gewoon streams laten zien. Oké. Okay. Waarin ze games spelen. Moet die daar ook zijn, wel, en dit en dat. Want wat ik heb gezien wat aanwezig is bij EA Play, is om te janken. Ja. Ik bedoel, dat is niet om allemaal voor naar huis te schrijven, er staat... Alles weten we al. Er staat Sims maar, 4. Betekent niet dat ze niet met nieuwe dingen gaan FIFA komen. FIFA 20. Ja. Star Wars Jedi Fallen Order. Oké, dat is een vette nieuwe game die niemand nog kent. Wat was het verder nou? Het waren echt van die 13 en dat zijn games. Ja, maar gewoon de Apex stond er. Apex. Staan, ja, maar dat bedoel ik games die we al lang kennen, weet je wel. Ja. Dus maar, ze moeten echt nog wat nieuws gaan aankondigen. Hoop ik ook dat dat gaat gebeuren. En wij... Ja, maar wanneer, dat is dan raar. Want ze, ja, dat zal dan in hun eigen streams moeten. Maar er is niet een keynote begint. Of wat dan ook. Dus ja. Maar het zal wel voordat EA Play begint. Of op het moment dat het begint. Want ja, al die shit staat daar natuurlijk wel gewoon. We gaan het zien daar, ja. Ja, en hier staat... En EA Play heeft dus geen persconferentie, maar wij gaan daar zelf een persconferentie houden. Ja. Oké, gruwelijk. Nou, als EA het niet doet, dan gaat GameKings het gewoon zelf doen. En dan de mensen die daar zijn, die gaan gewoon vertellen wat er allemaal te vinden is. En die gaan dan gewoon game voor game af, denk ik. Ik ben super psyched voor E3. Vooral omdat er waarschijnlijk een nieuwe generatie consoles aangekondigd gaat worden. Er is nooit iets vetter dan dat. Nou, de launch games en de hopelijk de nieuwe burst of creativity die erbij komt. Die vind ik namelijk nog toffer dan. Ja, absoluut. En het schijnt dat de Xbox Anaconda ook echt een stuk krachtiger is. En maar ook meer in zijn mars heeft qua mogelijkheden dan de PlayStation 5. Volgens verschillende bronnen die de devkits al hebben mogen zien. Dat is nu ook zo, maar dat zegt helemaal niks over... Nu is hij alleen krachtiger. Hij kan niet echt significant andere dingen of zo. Nee, hij kan niet lopen. Hij kan niet terugpraten nog. Klopt. Nou, jawel, volgens mij Cortana zit erop. Ja, maar ik kan niet echt tof terugpraten. Ik zit nog steeds verwachten. Ik moet nog steeds een keer duiken in Google Assistant. Gewoon om te vragen van... Hey, Google, volgende nummer. Of weet ik veel. Oh, dat gebruik ik heel veel. Alleen met Siri dan. Van, ja, en dan zet je de kookwekker. Ook, ja. Bijvoorbeeld. Wat nog meer dan? Next song. Ja, van alles. Siri, play my favorite songs. Dat zou Google Assistant ook wel kunnen. Maar dat wil ik. Ik wil echt gewoon... Ik wil bijvoorbeeld als ik op de fiets zit... Ja. Zeggen van, Google. En dan... Ja, ik kan nu even niet een voorbeeld. Maar heel vaak zit ik op de fiets en denk ik... hoe vet zou het zijn als ik nu tegen mijn telefoon kan praten... en die gaat het nu op Google voor me uitzoeken... en die leest het gewoon voor. Ja, dat kan. Gewoon. Ja? Ja. Oh, fucking psyched, joh. Daar ben ik nog niet bekend mee. Dat moet je gewoon doen. Ja. Je moet even over die genre stappen. Want I don't give a shit. Ja, nou, doe het dan. Waarom heb je het niet gedaan? Nou, omdat ik hem ten eerste wil ik Google niet Google noemen, maar Jarvis of iets dergelijks. Ja, dat is zonde.
Ja, ik vind dat Google dat het domste heeft gedaan. Kijk, Apple, Microsoft en ook Amazon, die hebben dat goed gedaan. Die hebben dat gewoon een naam gegeven. Ja. Alsof je tegen iemand praat. Oké, Google. Nee, maar het maakt het wel persoonlijk. Hey Siri, hey Alexa, hey Cortana. Ja. Oké, Google! Ja, precies. Ja, dat is stom. Google! Maar daarmee gaan we afsluiten. Maar niet voordat we hebben gekeken naar wat er deze week op GameKings.tv komt staan. En op zaterdag hebben we het ID at Xbox event. Daar ben jij geweest. Samen met Emiel. Ja, dat is een spoiler. De groot. Ik weet niet wie dat is. Ja. Maar daar ben je geweest. Ik heb geen idee wat je daar hebt gedaan. Geen idee wat je daar hebt gezien. Dan moet je maar gaan kijken. We hebben de premium recap natuurlijk. Zondag hebben we de eerste Blast from the Past. Dat is een vet item waarin Boris, JJ en Emiel de Groot hierheen gaan. hier ergens achter naar hun kast gaan om die te spelen. Te bespreken en te spelen en een highscore neer te zetten. Precies. En Skate heeft de previewcode mogen spelen van Code Vein. En dat is een Dark Souls-achtige game. En JJ hoort hem helemaal uit over hoe vet het wel niet is. Ja. Of hoe nep. En dat ga je allemaal zien en horen op zondag. Tot volgende week, jongens.